Zo, die kan je in je zak steken, zei de SM-meesteres tegen haar slaaf en ze gaf hem een spijker. Ik had ooit een vriendin, die had zo'n last van verlatingsangst dat ik haar in bed wel moest vastbinden, want anders kon ik nooit bij de weg. Toen kreeg ze ook nog bindingsangst. Mijn vriendin zei laatst in bed tegen me, ik heb zin in iets heel smerigs. En toen heb ik voor haar gekookt. Ik zei laatst tegen mijn vriendin, ik ben te moe om te sporten omdat ik geen conditie heb. En toen zei ze, je kan het ook omdraaien. En toen zei ik, behies dit nog niet kitap hoor. Met drops het moet nepki. Maar wat schiet ik daar weer op?